Als de avondschemer valt, dan denk ik wel eens even, oh, ik heb het zelden en alleen bij volle maan, aan mijn laatste dag, de allerlaatste van mijn leven. En ik vraag me af hoe ik me er doorheen zou slaan. We leven allemaal in zekere zin op een vulkaan. Niemand is het ooit gelukt de veerman om te praten. En schrik nou niet meteen, ik ben nog goed van hart en vaten. Ik word fluitend 90, als ik me niet vergis. Maar zou het vredig gaan, of ben ik dan in alle staten? Als mijn tijd gekomen is. Zou ik in mijn stervensuur mezelf kunnen vergeven? Mijn eeuwig onterecht gelijk, mijn trots, mijn eigenwaan? Of wordt het op het eind mij nog eens lekker ingewreven? Zouden al mijn zonden in graniet gebeiteld staan? En hoe kijk ik dan tegen alles wat ik nu doe aan? Heb ik bij mijn leven wel voldoende in de gaten waar het echt om draait en wat ik net zo goed kon laten? Ben ik er wel zeker van dat ik de clue niet mis? Je kijkt wellicht heel anders naar de kosten en de baten als je tijd gekomen is. Als te zijner tijd dit filiaal wordt opgeheven, weet ik wel hoe ik het liefste dood zou willen gaan. Onbevreesd voor wat er komt, want staat er niet geschreven, het leven is het land, de dood is als de oceaan. Die wil ik oversteken met de gratie van de zwaan. Mijn kennis van de overkant bevat wel wat hiaten, dus geef mij, als het leven wegvloeit uit mijn ledematen, de reis is nooit in kaart gebracht, het reisdoel ongewis, de kracht van kleine kinderen, de moed van frontsoldaten, als mijn tijd gekomen is. God, help me dan een beetje alle dingen los te laten. Het maakt dan niet meer uit of ze me mee of tegen zaten, want wat ik denk te zijn, is dan voorgoed geschiedenis. En wat ik werkelijk ben, verwondert zich dan bovenmate. Als mijn tijd gekomen is.